Er zat een hele uierring op zijn hoofd. Wat een beetje helemaal gek hier. Ik heb er geen woorden voor. Hallo, een hele goede morgen vandaag. Het is woensdag. We beginnen de dag straks met de radslag. Want Jola die is nog heel eventjes. Ze gaat omkleden. Die is in de douche. We zijn in het hotel in Frankrijk. Ergens. Valence heet het hier. En we zijn onderweg. Ja. Zeg, ze is ook lekker aan het meepraten. We zijn onderweg naar huis. Nog eventjes en we zijn weer thuis. Hey Jax. Hoi, hij zwaait ook eventjes. Dus ik ga hem nu eventjes verder opfrissen. En dan gaan we ontbijten, superchargen en on the road. Jax is er weer klaar voor. Hey Jax. Yeah. Let's go. Let's go, we gaan weer een reis maken. Ratslag. There we go. Sabbel en babbel. Sabbel en babbel. Faces come, faces go. Supercharger nummer 4? Nee joh, veel meer. Tweede gedeelte van de terugreis. Wel huileriger dan de andere stukken van het reizen. Laten we heel eerlijk wezen. Het is af en toe best wel even pittig met hem. Maar nu weer niet. Dus dan vergeet je dat ook alweer. Ik denk dat hij 2 keer eventjes gewoon een moment had. Dat hij gewoon echt even genoeg had ervan. En dat snap ik ook wel hoor. Dus dan hebben we hem wel eruit gehad. Ik heb zelfs net tijdens het laden even een kleed op de grond gelegd. Heb ik hem even lekker neergelegd dat hij even kon strekken. Helemaal goed, we zijn er bijna. Nog 1,5 uur. Zien jullie ze? Mooi hè? We hebben een paar vrienden erbij. Vooral deze. Hey, ben je mijn nieuwe vriend? Of ga je weg? Ik ga denk weg. Daar is het visje. Hé, hoe zag je dat? Ja. Wow, hij steekt er gewoon zijn handen in zijn ding. Dat hebben jullie niet gezien. Ja, hij steekt de hand in zichzelf. Oh, hij duwt gewoon de handen in. Ja, dat doen ze heel vaak. En we welker. En deze nu elkaar. Kijk, kijk, kijk. Nee, blijf hem af. En waarom moet jij nou eens? Daar hebben we ons eigen schildpadje. Kijk dit, hij heeft echt zo'n schildpaddenmondje. Oh, ja. Kijk. Dat is eigenlijk schildpadje. Maak het weg, hè? Mhm. Oh. En leuk. Hij heeft het alweer op de grond gegooid bijna. Wat sta je dan? Mama heeft zojuist net eten. Jake's hoofd laten vallen. Ze heeft nu een doek. Ze heeft een goede oplossing gevonden. Er zat een hele uierring op zijn hoofd. Wie horen we daar? Wat een beetje helemaal gek hier. Hey, schatie! Het allerlaatste stukje naar huis. Nog? Met onze lieve taxi. Ja, het is veel te donker. Je ziet hem niet meer. Hij zit, ligt lekker in huis. Ah, kijk nou. Hij ligt lekker op het kussen. Ah, op zijn troon. Ik heb hem lekker op mijn kussen gelegd. Hmm. Jol is hem lekker aan het verwennen. Lekker knuffelen. Ah, yeah. We hebben hem zo gemist, hè? Ja, maar hij is heel goed verzorgd. Heel goed verzorgd. Dexie heeft ook vakantie gehad. Ja. Heel erg leuk heeft hij het gehad bij Caroline en Werner. Ja. En Evie. Eindelijk, daar lig je weer in de box. Wat heerlijk, hè? Oh, jongens.
Ik heb er geen woorden voor hoe lekker ik me voel. Het is elk jaar weer hetzelfde. Ik vind thuiskomen van vakantie zo ontzettend, ontzettend fijn. En helemaal nu met Jax erbij. Hecht weer zijn dingetjes. En hij heeft gewoon de eerste nacht dat we thuis zijn meteen doorgeslapen. Het is echt zo'n opluchting voor mij. Niet normaal, echt niet normaal. Ik ben zo blij. Ik ga nu alle koffers naar boven brengen. Wasjes erin gooien. Dan snel naar Thijs toe. Babytje die geboren is van een vriendin en een vriend van ons. Dus ja, snel alle dingetjes doen. Lekkere boete ontvangen, omdat ik die was vergeten te betalen. Snel betalen, niet aan denken. Gewoon verder met de positieve dingen. En ik ben gewoon mega blij. En ook met jou weer, hè. Hij gaat meteen weer op zijn vaste plekjes liggen. Hè? Ja. Ja. We gaan gezonde dingetjes halen. Ja. Toch, Bart? Heel veel gezonde dingetjes. Hoezo? Wat zeg je dat echt zo van, er komt helemaal niks terecht. Nee, joh. Daar heb ik gewoon zin in. Lekkere dingen, omdat we trek hebben. Ja, oké. Okay. Voor straks wel even wat, maar gewoon brood en zo. Mama, kunnen we dan ook dit ene meenemen voor de middag? Dat met het geitenkaas dat... Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja. De komende weken, 2 weken, heeft Jola nog vrij. Dus we gaan nog wat leuke dingetjes doen deze week. En die week daarna ga ik echt gebruiken om weer helemaal terug in het ritme te komen. Want zowel die van Jax als die van Jola als die van onszelf zijn allemaal echt even een beetje, ja, in de vakantiemodus, zeg maar. Dus we gaan weer even rustig ons ritmetje vinden. Er komen ook weer wat extra video's aan. Dus abonneer je zeker even op het kanaal om daarvan op de hoogte te blijven. Er zijn wat leuke ideetjes die ik heb, die ik wil gaan uitwerken. Maar natuurlijk gaat wel het ritmetje van deze man even voor. Hij heeft best wel last van een paar dingetjes, zoals dat overstrekken. En ja, dat ik nog niet zo goed weet hoe ik het moet doen met zijn eten, extra eten en dat soort dingen. We moeten gewoon even wat rust gaan vinden daarvoor. Maar dat gaat allemaal goed komen en dat zien jullie zelf weer voorbij komen. En dank jullie wel voor het kijken naar deze video in ieder geval. En tot dan. Doei! Rock that joint.